Ik ben Elise Ruitkamp. Ik ben student onderwijswetenschappen op de Radboud Universiteit. En ik werk ook als docent biologie op het Juverta. Ik loop stage bij de Handfair Health bij het spel Kansenkeren van Carina Jansen. Over alle 14 academies van de HAN wil ik aandacht vragen voor kansenongelijkheid en hoe je daar actief gebruik van kan maken van dit onderwerp tijdens je lessen. De HAN die werkt vanuit nieuw koersbeeld, slim, schoon en sociaal. En vanuit die doelen willen we aandacht vragen voor verschillende dingen. En ik zit vooral bij het sociale stuk, Fair Health. Daar richt ik me voornamelijk op. Ik denk dat kansenongelijkheid voor iedereen best wel een bekend onderwerp is. Sommige mensen hebben gescheiden ouders, sommige mensen hebben dat niet. Andere mensen zijn een vluchteling, andere mensen zijn dat weer niet. Ik denk dat iedereen dat wel weet, maar ik denk dat veel mensen niet weten hoe het voor iemand is. Dit is het spel Kansenkeren. En het spelbord is eigenlijk een sociale ladder. En die gaat van min 14 tot plus 14. Je hebt hier een poppetje. En in theorie, iedereen begint voor de geboorte bij plek 0. Want iedereen begint gelijk. En dan heb je hier de dobbelsteen. En de dobbelsteen is eigenlijk het lot. En dan heb je een bepaalde waarde, bijvoorbeeld 4. En daar hoort de situatie bij. En vervolgens ga je met je groepje bepalen. Gaat deze persoon vooruit, achteruit of blijft hij op de plek waar hij nu staat? Waar mijn drive vandaan komt, is omdat ik best wel een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ook op de opleiding als docent biologie zie je best wel veel verschillen tussen leerlingen. En op het mbo zie je dat de verschillen nog groter worden, omdat het vaak doorwerkt. Dus hoe ouder iemand wordt, hoe meer je het gaat zien. En ik vond dat best wel schrijnend om te zien. En ook, je wordt je wel heel erg bewust in wat van gouden wieg je zelf bent geboren. En dan is het wel naar om te zien dat sommige mensen niet dezelfde kansen krijgen die je zelf wel hebt gekregen. Verschil blijft er altijd, iedereen is anders. En het is ook goed om dat te erkennen, maar het is wel goed om te kijken hoe ga je het voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken. Wij als HAN zijnde zelf staan ook echt achter die visie, omdat we echt wel willen dat we meerdere studenten aantrekken en dat we ook één ieder, ongeacht waar je vandaan komt, hetzelfde studiesucces willen bieden. We hebben vanuit de HAN Fair Health hebben we 14 civic entrepreneurs en dat zijn ambassadeurs van elke HAN Academie. En de civic entrepreneur is het netwerk waar wij als HAN Fair Health gebruik van willen maken om spellen zoals deze of andere initiatieven in de academies te krijgen. Als ik een vraag zou mogen stellen aan iemand van het beleid van de HAN, dan zou ik denk ik de vraag stellen, is bij iedereen het team of de organisatie HAN Fair Health bekend? Weet ook iedereen wat dat inhoudt en weet ook iedereen wie zijn civic entrepreneur is. Dit doe ik om het verschil te maken, in verbinding komen en in verbinding blijven.